Het is echt een soort zak van Sinterklaas. Verloren pakketjes die je dus kan kopen. Zo, dat was weer maat. Nee, hou je bek. Huh? Dan ben ik weer stil. Huh? Sarah. Hou je bek. Dat is een duur hoor. Ja, dat is heel... Hi. Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag een Isabelletje en Mamtje. Helemaal gezellig. En we hebben vandaag een ander soort video dan normaal. Ik ben heel benieuwd. Ik zag het voorbij komen, nou, in ieder geval kreeg het dorps of iemand. En ik heb het wel eens vaker gedaan. Jij hebt het wel vaak? Ja. Maar toen had ik ook. Toen was het helemaal een hype. Ja, toen was het helemaal een hype. Ja. Maar dat waren allemaal brievenbus. Dat zijn dus eigenlijk verloren pakketjes. Ja. Die je dus kan kopen. Het is best wel duur. Het was 100 euro voor een zak. Dus je moet maar even een beetje kijken, zeg maar. Of het van is. Ja. Dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, dat is het leuke, want we gaan nu dingen uitpakken. Weet niet wat erin zit. Dus er kan een sok in zitten, maar er kan ook misschien wel een iPhone in zitten. Ja, weet je weet het gewoon niet. Je weet niet. Nee. Ja, dat is dus het mooie. Ja, en we hebben nu geen briefbuspakketje, maar echt groot pakket. Dus er zit echt iets in. Dus het zijn geen allemaal stickers of zware. Gewoon allemaal dozen. Het was, we hebben 8 kilo. Maar deze lijkt me echt leuk. Dit is met beauty. Ja, dat gaan we dus openen. We hebben dus geen idee wat erin zit, wat de waarde is. Nee, mogen we nog niet kijken. Maar ze hebben wel de, adressen afgeplakt. Ja, dat vind ik wel netjes. Ja. Maar dit ook. Ja. Dus niet te kijken. Nee. En de vorige waren volgens mij ook AliExpress pakketjes. Dat is dit volgens mij niet. Is dit? Nee. Nee, dit zijn toch geen AliExpress pakketjes? Nee, dat zie je toch al? Oh ja, dit zijn echt van allerlei merken inderdaad. Van allemaal verloren pakketten. Zo, dit is ook heel zwaar. Ik heb dat soort vormen nog nooit binnengekregen. Nee. Wat is dit? Wat is ja. dit? Dit lijkt wel kleding. Want ja, deze zakken zijn meestal kleding. Het is echt een soort zak van Sinterklaas. Kijk, wat is dit voor een leuke kleine? Oké, wel. Dit zijn kraaltjes. Ik wil wel armen om je maken. Jij mag eerst iets. Ik eerst. Oké, schaar doen we met die en doen we deze van de mes. Dus ik ben zo benieuwd. Ja, ik wil eigenlijk gewoon een pakket. Doe maar. Ik wil eigenlijk die beauty hebben. Ja, wat de beauty. Ja, ik ken een beautymerk niet. Het voelt echt een soort Sinterklaas. Ja. Het is Function of Sarah. Daar hou je bek. Da. Huh? Vegan, cruelty free. Dat is dus nog geen troep. Oh, een conditioner. Ja. Customized in USA. Wat leuk. Kijken. Zo. Dat is heel lekker. Zou dat niet al over jou zijn? Conditioner dus. Dit is een hair serum. Oh! Nou, dat is heel leuk. Er zit ook een pompje bij. Er zit een etuietje in. Wat leuk! Met allemaal... Oh, allemaal minis! Maar er zit niks in, dat kan je meenemen op vakantie. Oh my god, van die reusables. Ja. Zo, dit voelt lekker. Body lotion. Nou, dit is wel echt gewoon een knaller. Ja, dit is een topper. En er zit ook nog zeg maar, kijk, hier zit dan een shampoo in. Kijk hoe mooi die flessen. Oh my god. Function of Sarah heet het. Hoe kan dat nou weer? Ja, hoe grappig. Ook toevallig. Ja. Nou, deze is al leuk. Hier heb je wat aan. Nou, hier heb je inderdaad echt wat aan. Ja, volgens mij, wat het stond op de website, is dat het verloren pakketten zijn. En waarvan mensen wel echt hun geld van hebben teruggekregen. Oh, dat is heel leuk. Ik ga dit doen. Ik denk dat dit een soort tas is of zo. Maar hoe kan je dit niet, hoe kan je dit niet uitpakken? Zeg maar die mensen die het verkopen, die wil alles toch dan zien? Dan pakken ze eentje gewoon even uit. Ja. Huis zo geeft ze iets weg wat fucking leuk is en dan weet ze dat gewoon niet. Tas? Ja, dat is een tas. Oh, huh? Dit is een duur hoor. Ja, dat is heel duur. Dit is een bekend merk, maar het is een oude tas. Ja, dit is niet mijn stilo, maar dit is gewoon... Dit is wel een merk, toch? Ja, zo een reef. Oh. Nou, wat grappig. Ik vind het meer een soort kindertasje of zo. Emiel. Of mocht iemand... Ja, of voor Emiel. Leuk voor kerst. Leuk kerstcadeautje. Ach, nou, dat is wel leuk. Ik moet het nu weten. Wat? Hoe duur dit is. Ah. Oh ja, zoek het. Ja, het is gewoon 60 euro. 60 euro in deze tas. Nou, daar heb je je geld al terug. Ja. Nou, ik vind het echt leuk. Ik pak hem gewoon eentje random uit. Ook een tas. Oh my god, is dit een ballettas? Huh? Oh, ik ben je op, is het ophang? Dit zijn er twee. Wat? Oh. Zijn dat van die ophangtassen? Oh ja. Is dit? Mag. Uithalen. Ja. Oh, is het niet voor in de auto? Zeg maar dat je... Oh ja, dan kan je spullen in spullen doen. Spullen in zeg maar...
Ja, dat ga ik niet gebruiken, maar... Ik ook niet, maar wel grappig. Zeg maar voor kinderen of zo, zeg maar dat je dat aan de achterkant van je stoel hangt. Dus hier en kan het gewoon zo over ophangen en kan je op aan je deur. Ja, en er nog twee. Ja, nou ja, het is wel grappig. Iemand willen. Ik wil die schoenen. Maar misschien willen ze het wel voor in de camper. Nee, jij weer die schoenen. Ja, jij kiest het niet. Ja, we krijgen het moet toch open. Ja, zo, dat wordt een maand. Nee, hou je bek. Maand. Oh! Dit zijn echt schoenen. Voor jongens, maar voor de jongens. Heel mooi. Hier staat het volgens maat. 43. Nou, misschien dat een van onze broers ervan past. Ja. Ze hebben wel hele nette schoenen. Ze zijn wel heel mooi. Ze hebben heel nette schoenen dus. Nou, voor kerst. Alles voor kerst. Jullie hebben het ook gekocht. Ja, dat is merkloos. Maar wel gewoon netjes. Grappig. Ik ga deze. Nee, ja. Ik ga deze doen. Oh ja. Oh ja. Maar ik had net dat ik echt dacht, wat is dit? Maar eigenlijk was het toch wel die rugzak. Dus het zegt niks, de vorm. Nee, nee. Taalbehang. Oh. Lijkt wel heel erg op behang. Het is wel een heel klein rolletje. Ja, het is wel behang. Nou, daar heb ik echt niks aan. Nee, want dat is ook echt niet mijn vibe. Super lelijk. Oh, het is vlak behang. Niet echt behang. Nee. Weer een soort groot mega sticker behang of zo. Dat denk ik. Nou ja, dat is een vibe. Kan ik deze doen? Ja. Ja. Deze was een beetje zwaar, toch? Met wat? Dit is wel een soort fles of zo. Ah. Wat is dit? Huh? We hebben een pistool. Crystal Bullet? We hebben een pistool. Hè? Nee. Hou je bek. Ja, maar dan gewoon een kinderpistool. Oh, een balletjespistool is het. Oh. Ja. Hoi hoi. Is dat gewoon een ding? Nou, we hebben er echt niks aan. Oké. Okay. Ik schrok me dood. Ik dacht dat ik er zo in. What the fuck? Wat is dat? Zelf krijg gewoon kleding. Gewoon fucking leuk. Ja. Wat is dit? Is dit? Huh? Wat is dit? We zitten hier gewoon 10 van deze dingen in. Ja. Iemand die weet wat het is? Dat is nul. Time. Time. Maar ja, het is wel een BH. Oh, dit is zo'n. Oh, dit is zo'n. Hoe kan je onder zo'n. Zeg maar voor een diepe cut. Ja, en als je het zo hier. Ja, die is echt op. En dit is wel heel cool. Super chill. Ja. En er zitten dan ook van die clipjes bij. Bandjes. Van die bandjes dat je dus voorzichtig. Ja. Oh, nou ja, best wel handig. Handig. Oh, dit doet mijn oma. Oh, diamond. Diamond painting of zo. Ja, kijk. Dan kan je zeg maar. Er zijn hier allemaal cijfertjes in. Ja. En dan kan je daarin. Kijk, er zitten ook van die dingen bij. Ja. Er zit ook een dikke in. Al die kleuren. En dan kan je dus zeg maar een soort. Schilderijachtig iets maken. Allemaal kleine. Kijk, want wat is er aan? Ja, we moeten even organiseren. Dit is heel zwaar. Ja, wel een kleiner formaat dan. Ja, en dan dik. Dik en klein. Nou, dit is een soort gereedschap. Dit zijn deurklinken. Huh? Gouden deurklinken. Wat voor een keuken. Dit is best wel mooi. Oh! Ze zijn best wel vet. Heel vet. Dat je op je keukenkastje. Dat zie je wel vaker doen. Dat mensen dat vervangen. Dat ze dat zelf gewoon doen. Oh! Nou, ik zou het bewaren. Ja, dit bewaar ik zeker. Ja. Oh, er zitten ook knopjes. Oh. Oh, dat is ook leuk. Daar kan je handdoekje aan ophangen. Dat is handdoek. Ja. Op je deur. Oké, ben ik dan weer. Ja. Dit is een surfstel of zo. Ja, dit is gewoon letterlijk een veld. Wat is dit nou weer? Een bakje of zo. Dat is kapot. Is dit? Ja, dit is echt. Ja, dit is voor in je douche of zo. Dat is kapot. Het is wel helemaal kapot. Ja, en het zijn er twee. Maar wat dit nou precies is? Geen. Is het niet voor in je goot? In je bak. Oh, oh, het gaat helemaal kapot. Nou ja, hier hebben we echt nog niks aan. Nee. Lularia. Nou, wat is dit? Kijk. Wat is dit? Wat verschillen naar de mensen. Ja. Oh, een hoor. Oh, een hoor, of niet? Jezus. Een magneet erin. Nou.
Oké, de camera was uitgevallen. Ja. Bo had maar één pakketje die we hebben gemist. En het was deze hoor. Het is een hele leuke rare hoor met allemaal magneten en zo. Ja, ziet er niet uit. Volgende. Oeh, dit is klein. Oh. Oh, een bloesje. Ik leen een stuk. Ik ben benieuwd. Oh, dit kan best. Ja, wat moet je hierover zeggen? Het is een soort jurkblouse. Je kan het lekker stylen. Ja. Maar ja. Het kan. Ja, of je gebruikt als pyjama. Nou, het hoeft niet. Kan. Het niet nee, dat sowieso niet. Ik heb dit. We hebben er nog twee hierna. Oh, gewoon niks aan. Oh, een telefoonhoesje, maar dit is een iPhone 13. Ik heb wel een iPhone 13. Ja, maar ik heb de iPhone 13 Pro. Dit is de iPhone 13 Pro. Ja, nee, dit is de Max. Ik weet ook niet wie dat heeft. Hij is ook niet heel USB. Wat is oh, dit? Hij is al kapot. Nou, dat is een heel raar hoesje, want als hij valt, dan springt hij zo uit. Ja. Heel apart. Laatste. We hadden echt de leukste dingen in het begin. Die beauty. Ja. Jongens, dat zijn rare dingen. Wie bestelt dit dan ook? Een doek met bomen. Ja, een thema feest. Ja. Ja. Leuk, we zijn in ieder geval. Ja. Dit zijn sowieso. Ja. Oh, glittersteentjes. Oh, dat is gewoon leuk voor op je gezicht, dat feestje. Oh. Ja, dit is echt voor je gezicht. Ja, wat heel leuk. Heel leuk. Oh ja, dit is inderdaad wel leuk. Nou, dat was het al. Nou, dat was het alweer. Ja. Ja. Veel onzin, maar... Veel onzin. Zeg maar, ja. Al zou ik het kopen, ik zou het niet nog een keer kopen. Zeg maar, voor de leuk, voor een video. Ja, maar niet. Dat je denkt, nou, dit is zo je geld waard. Die ga je echt. Maar die tas is dan wel. Ja, die tas. Maar ja, dat zijn die tas en die make-up spullen zijn ongeveer 100 euro bij elkaar. Ja, oké. Okay. Oh ja, en die schoenen dan. Dat waren gewoon best wel leuke schoenen. Het was wel grappig in ieder geval. Het was wel leuk om te doen. Vond je het video leuk? Vergeet zeker niet een blauw omhoog te geven, natuurlijk. Ons volgen. Ja. Zie je volgende keer. Tot volgende keer. Doei! Yes, I'll be on my way now. Just give me a...